Krachten ontbinden. Hiervoor nemen wij de slackline als voorbeeld. Op de slackline staat de persoon. En wat we willen weten is, wat is de kracht in één deel van de slackline geweest? Daarvoor hebben we een aantal zaken nodig. Onder andere de zwaartekracht van de persoon. En de zwaartekracht van de persoon, dat is natuurlijk de kracht die in de persoon zit. En daar is die al. De kracht wordt aangegeven met de gele pijl. Die zwaartekracht zit in de persoon, maar die zwaartekracht steunt ook op de slackline. Dus diezelfde kracht die komt ook op de slackline terecht. Daar zit die, daar zit de kracht in de slackline. En om het nou eenvoudiger te maken, gaan we nu naar de volgende scène toe. We halen het plaatje weg en we houden alleen nog maar de slackline over met de kracht omlaag. We zullen nu in een aantal stappen de kracht gaan uitrekenen die we aan één kant van de slackline gaan krijgen. Daarvoor moeten we eerst stap 1 gaan volgen. En stap 1 is de kracht die de slackline moet gaan produceren, erin in de tekening tekenen. Daarvoor neem je onze geodriehoek. Wij meten de kracht op die op de slackline zit. Dat is de kracht van hier naar hier. De rode kracht, dat is de kracht van de persoon. Dan moeten we dus de kracht hebben die de slackline gaat produceren om de persoon omhoog te houden. Dus die moet even groot worden. Alsjeblieft. De paarse kracht geeft dus nu aan wat de slackline moet gaan produceren aan kracht. De volgende stap. De volgende stap is dat we de kracht moeten gaan bepalen in dit deel van de slackline en dit deel van de slackline. Daarvoor hebben we weer ons geodriehoek nodig en dit geodriehoek die plaatsen wij nu evenwijdig aan de blauwe kant van de slackline van de tekening hier. Deze gaat evenwijdig hier naartoe en we gaan dan een lijn tekenen. En dat is deze lijn. Dan gaat die evenwijdig tot daar. Stap 3 is dan de andere constructielijn. Dus deze evenwijdige lijn gaan we hier naartoe overnemen. De evenwijdige lijn wordt nu gevormd. Hij wordt op zijn plek gezet. En als dat gebeurd is, komt de volgende stap. En dat is de eerste component wordt getekend en de tweede component getekend. Deze twee componenten samen vormen de paarse kracht. En dat is de kracht die de slackline moet maken om de persoon omhoog te houden. Dit is het ontbinden van de twee krachten. Wat moet er nu nog gebeuren? De kracht moet nog opgemeten worden. Dus je neemt weer je geodriehoek. En je zorgt ervoor dat hij in de juiste richting staat. Je houdt hem erbij. Van kop tot staart. Dat is mooi van mijn geodriehoek. Die kan ik iets groter maken. Je meet hem op. En met de verhouding van de krachten kun je zien hoeveel de kracht geworden is. Aan deze kracht is duidelijk te zien dat deze kracht groter is dan de kracht die de slackline moest maken.